is vanochtend vroeg door de krantenbezorger een handgranaat gevonden in het steegje aan het Gasthuisplein. De EOD, de explosieve en ontruimingsdienst, die is aanwezig om onderzoek te doen naar deze granaat. En de woningen rondom die steeg die zijn ontruimd. We zijn massaal aanwezig met de brandweer die hier ook afzettingen doet en mee heeft ontruimd. Ambulances uit voorzorg aanwezig, politie is uiteraard aanwezig. Dus we zijn hier compleet om het goed aan te pakken. We verwachten dat het nog wel enkele uren zal duren. Dus ook de winkels die gaan voorlopig niet open. En dat zal in de loop van de ochtend zal er meer duidelijkheid zijn over de veiligheid hier.